Ja, dat was pijnlijk. Gewoon pijnlijk om te ervaren. Ik heb het niet gedaan! In de film Lucia de B is het verhaal van Metta de Noo samengevat en gespeeld door een beginneling bij justitie. Volgens dat rapport is dat kindje vlak voor de nachtdienstwisseling overleden. Een beginneling, terwijl Metta als ervaren arts 6 jaar lang een strijd heeft gevoerd. Nota bene tegen het OM. Ik vind het een beetje dom van ze, wat ze hebben gedaan. Want ze denken nu dat zomaar een officier of een assistent het had kunnen oplossen. Dat suggereren ze. En volgens mij had je medisch onderlegd moeten zijn, wou je de kern van de zaak goed kunnen doorgronden. Ik heb er bijna 2 jaar over gedaan om zeker te weten dat Lucia onschuldig was. En dat was 2 jaar van medisch onderzoek ook. En dat was ook de clou van de zaak. De medici hadden een onwaar verhaal naar de rechters, naar het Openbaar Ministerie. En in het algemeen geloof je de dokter. Koppel hem maar los. Metta vindt het goed dat de film is gemaakt. Maar de waarheid is volgens haar wel erg veel geweld aangedaan. Volgens de filmmaker kon het niet anders. Het probleem is, je kunt maar 1 verhaal tegelijk vertellen. En dit is het verhaal van Lucia, niet het verhaal van Metta. De film eindigt wel met de tekst: de ware klokkenluiders zijn Metta de Noo en Tom Derksen. Een film schrijft historie en dat vind ik jammer. Daarmee komt men makkelijk weg. Voor Metta is de film zeker geen afsluiting van een periode. Ze wil hem niet eens zien. Bang voor de stress die het oplevert. Door de hele zaak viel haar familie uit elkaar. Van Lucia de B heeft ze sinds haar vrijspraak nooit meer iets gehoord. En ook in medische kringen wordt ze nog steeds met de nek aangekeken. Er werd gezegd dat ik geen respect had voor mensen en de ouders enorm bezeerde. Dus alles werd steeds over me heen gekieperd. En hoe is dat nu? Nog. In medische kringen nog. Er zijn artsen die de rug naar me toe draaien als ik eraan kom. Letterlijk. Echt waar. Wat doet dat met u? Dat doet me zeer. Er heeft in medische tijdschriften nooit iets gestaan. Men wil het negeren. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat u nog steeds niet toe bent aan zo'n film. Ja. Iedereen was bang voor ontslag. Metta hoopt dat ooit een goede documentaire over de zaak wordt gemaakt. Of dat de zaak in de politiek wordt geëvalueerd. Er is net iets van, deze zaak moeten we gauw vergeten. De doofpot. Nou ja.